Tijd voor een Q&A. Woe! I need that money like the ring I never want. I want. Yo mensen, leuk dat je kijkt naar Yes & Das. Vorige week heb ik een video gemaakt waar ik vroeg om vragen voor een Q&A. En ik heb in die video gezegd dat ik waarschijnlijk maar 10 vragen krijg, dus alles zal beantwoorden. Dat zijn er een stuk of 50 geworden. Dus sorry, ik kan op dit moment echt niet alles beantwoorden. Anders wordt deze video echt te lang. Maar ik pik er gewoon de leukste uit, dus we kunnen beginnen. Let's go! Wat zou je naam zijn geweest als je een meisje was? Als ik een meisje was, was ik waarschijnlijk Yolanda. Wat is je domste actie ooit? Nou, als je ontbijtgranen maakt, moet je eerst de melk opwarmen in de magnetron of iets. En dan voeg je die granen toe. Wat ik deed, ik vulde een schaal met melk, deed er die granen bij en stopte het dan pas in de magnetron. Ja, wat er dan gebeurt, dat is heel dom. Zoek maar op internet wat er dan gebeurt. Aishin, je video's zijn tof. Kun je een keer gamen? BVB, Minecraft, GTA. Nee! Geen games op dit kanaal. Op dit kanaal ga ik niet gamen. Nee, no go, gaan we niet doen. Maar Mike, bedankt voor je reactie. Zeg, Sheriff is mijn maat, mashallah, goeie jongen, Yes & Das Army. Nou, ik heb het net gezegd. Probeer je elleboog te likken. Is dat een vraag, Chabo? Chabo, is dat een vraag? Nee. Dans je op de zolder? Ik heb geen zolder. Welke stad uit Marokko komen je ouders? Tangent Titouan. Wat is je favoriete voetbalspeler? Xavi, die helaas weg is bij Barca. Wil je liever een telefoon of PC? PC. Android of iOS? iOS. Ismo, boef of lijpen? Ismo natuurlijk. Hij is de enige die real is. Kan je met een zaag je haar zagen? Ja. Waarom ben je Jessin? Wallah, Meg weet. Wat is je moeder haar lievelingsdier eten buiten... Wat is je moeder haar lievelingsdier eten buiten tajin en couscous? Lievelingsdier eten? Hé? Volgens mij bedoel je gewoon lievelings eten. Nou, we gaan het er gewoon vragen, we gaan er bellen. Helaas heeft u geen genoeg beltegoed om dit gesprek te maken. Waardeer het alstublieft op en probeer nogmaals. Struggles van like een mobiel, geen beltegoed, geen internet. Zou je Nutella hard of diep doen? Wow! Mag niet beide. Nutella hoort op je brood. Nutella? Niet hard of... Er kijken kleine kinderen naar mijn video's, hè? Wat is het meest gênante ding dat je overkomen is op school of bij familie? Ik viel omdat ik gestoken ben door een wesp in de modder. Heb je vriendin? Nee. Jessin, je moet weer Marokkaanse vaders, moeders, be like doen. Is het niet even toevallig dat ik achter de schermen bezig ben geweest met een Marokkaanse vader, be like? Oh my god! Ja, dat kan je binnenkort gaan verwachten op mijn kanaal. Liever overal op je lichaam papierwondjes hebben en springen in een bad? Of een tandenstoker tussen je tenen zetten en die dan rammen tegen een muur? Dan ga ik voor de tandenstoker tussen mijn tenen en dan rammen tegen de muur. Echt, papiersneetjes is iets waar ik gewoon niet tegen kan ofzo, ik weet niet. Heb je een vriendin? Nee! Vraag, ga je misschien gaming video doen? Nee! Wie is je favoriete rapper? Ismo, Boef of Lijpen? Ismo, wat vind je van België? Allee België, mijn kijkers daar, ze moeten blijven kijken, hè? Zeker en vast. Hoe reageert je vader als hij je rapport ziet? Ah, precies zo. Wie is je favoriete YouTuber? Yes & Das, die ene jongen. PS, je bent een goede YouTuber, blijf alsjeblieft gemotiveerd. Kom het er helemaal voor elkaar. Hoe oud was je toen je 12 was? 14. Voor Jeruzalem of Palestina? Deze vragen kloppen niet. Jeruzalem is een plek. Doe een prank call. Helaas heeft u geen genoeg beltegoed om dit gesprek te maken. Wat is je favoriete hockeyclub? Die ene waar ze hockeyen. Gooi een SO naar je niveau. Nou, dit is mijn niveau, Chabo. En dit is een SO. En jouw SO is gegooid. Dames en heren, dat was de Q&A. Als ik er ooit weer eentje ga doen, laat ik het weer van tevoren weten, zodat je vraag kan stellen. En dan zie ik je weer de volgende keer, dus later.